lieve broeders en zusters, of goedemiddag of goede avond, wanneer je dit ook bekijkt. Hierbij een nieuwe video van mij. Een video waar ik op mijn hart heb om over vergeving te praten. Vergeving is een onderwerp wat gevoelig is voor iedereen, omdat het pijnlijk is soms om te vergeven. Vergeving is moeilijk wanneer mensen jou diep pijn hebben gedaan, wanneer mensen jou hebben teleurgesteld. Dan is vergeving moeilijk. Maar vergeving moeten wij ook aan God vragen. En ik wil mij vandaag meer focussen op het vragen aan vergeving aan God. Want het is belangrijk dat wij vaak met hem communiceren en vaak om vergeving vragen, zodat onze relatie met God niet belemmerd hoeft te worden. Want God zegt in zijn woord dat wij moeten vergeven voordat wij gaan bidden. En het is belangrijk dat wij dat vandaag gaan doen. Ik heb het sterk op mijn hart. En ik doe het ook voor mezelf, want ook ik moet vergeven. Ook ik moet om vergeving vragen. Het is belangrijk dat we dit blijven doen. Het stopt niet wanneer wij verder in onze wandel zijn met God. Het stopt niet wanneer wij oud zijn. We moeten ons blijven realiseren dat iedereen vergeving nodig heeft in hun leven. Daarom is Jezus gestorven. En we moeten realiseren dat het niet uitmaakt hoe oud we zijn of we ouders zijn. Soms moeten we ook onze trots opzij zetten en tot God naderen. En daarom ga ik nu met jullie bidden. We gaan vandaag dit aanpakken. En sommige mensen ontvangen zelfs genezing en vergeving. Omdat zij wrok hebben, dat zij dingen vasthouden. En het maakt je ziek. En daar wil ik ook voor bidden. Want ik wil dat jullie ook allemaal vrij zijn. Vrij van die diepe pijngevoelens in je hart, van die dingen die jullie tegenhouden. Dat is belangrijk. Het is belangrijk dat wij ons vrij gaan voelen. Want wij zijn kinderen van God, we hebben zijn geest in ons. En soms weet je niet waar je vergeving voor moet vragen. Ik heb ook wel eens gezeten en gewoon tegen God gezegd, Vader, wat zijn dingen waar ik nog vergeving voor moet vragen? Het kan iets zijn van jaren geleden, maar het kan iets zijn wat tussen jou en God staat. En het is belangrijk dat wij blijven vragen aan de Vader. Vader, wat is het wat tussen mij en u staat? Wat is iets wat ik continu doe, wat u pijn doet? Wat is iets wat ik continu zeg, wat u verdrietig maakt? Het is belangrijk dat wij met God in die communicatie zijn, zodat wij weten wat hij van ons verwacht, zodat wij weten wat hij van ons wil. En dat is het belangrijkste. Dank u wel, Vader, voor deze dag, Heer. Dank u wel dat het weer een nieuwe dag is, een nieuw gebed. Het maakt niet uit dat ik nu mezelf film, want ook al zou ik mezelf niet filmen, dan zou ik nog steeds deze woorden spreken. Vader, wil u ons helpen, Heer, om vergevingsgezind te zijn. Om mensen te zijn die kijken naar onszelf en dat we kritisch mogen zijn, Heer. Dat we mogen kijken en mogen zeggen, Vader, ik heb te veel boosheid. Vader, ik heb te veel verdriet. Vader, ik heb te veel woede in mij. Vader, ik reageer dingen op mensen af. Wat dit ook mag zijn. Ik bid dat God tegen jouw hart mag spreken. En tegen jouw hart mag zeggen wat het is waar jij vergeving om voor moet vragen. Dat is belangrijk, want het is iets persoonlijks. We hoeven niet anderen aan te wijzen en te zeggen, maar die moest dit zeggen, die moest dat. Nee, het gaat om jou. Het gaat om jouw hart, om jouw leven en om jouw relatie met God. Want dit maakt jouw relatie met God sterker. En specifiek wanneer wij dingen fout doen, is het belangrijk om gelijk terug te gaan naar de Vader. Wacht niet 4 dagen, 5 dagen. Hij wil dat je nu naar hem toe gaat. Dat je nu met hem dingen bespreekt. Die relatie met God moet diep zijn. Zodat hij jou kan herstellen op dit moment. En Vader, ik bid ook dat het geopenbaard mag worden waar de broeders en zusters mee zitten. Wat zij moeten vergeven. Waar zij vergeving voor moeten vragen, Heer. Ik bid dat de vergeving en hun harten mag gaan beginnen. Want vergeving is een proces. Het is niet iets wat soms makkelijk is. Maar dit gaat nu om vergeving naar u toe, Heer. Vader, dingen die wij verkeerd hebben gezegd, dingen die wij verkeerd hebben gedaan, dingen die wij verkeerd hebben gedacht. Bewust, Heer, en onbewust. Want soms denken wij dat iets goed is, maar de Vader vindt dit niet goed. O Heer, wil u ons vergeven, Heer? Wil u ons vergeven van verkeerde gedachten, verkeerde woorden, verkeerde
verkeerd gedrag hier, wat het ook mag zijn, Vader. Dat we alles voor uw troon mogen brengen vandaag. En dat het een nieuw begin mag zijn met u, o Heer. Ja, Vader. Dat onze harten vernieuwd mag worden. Ons denken vernieuwd mag worden, Heer. Vergeef ons, Heer, voor de keren dat wij een verkeerd voorbeeld zijn geweest. Voor de mensen om ons heen. Voor de mensen die u nog niet kennen, Heer. Geef ons de vruchten van uw geest, Heer. Maak ons langmoedig, zachtmoedig, Heer. Dat mensen mogen herkennen dat wij anders zijn. En niet dat wij zijn zoals de rest, Heer. En voor alle keren dat wij dit niet hebben gedaan. Dat wij u hebben teleurgesteld in ons gedrag. Het is belangrijk dat wij ons gedrag veranderen. En daar vragen wij uw hulp bij, Heer. Vader, wil u ons helpen, Heer, om anders te zijn? Wil u ons helpen, Heer, om anders te spreken, anders te handelen? Ja, Vader, het is belangrijk dat wij onszelf gaan zien zoals Jezus. Dat wij mogen gaan handelen en wandelen zoals Hij was. En Hij was heel anders dan de mensen van deze wereld. Het is belangrijk om naar onszelf te kijken. En niet iets tussen u en ons te laten staan, Heer. En wat er ook tussen u en de lieve broeders en zusters staat op dit moment. Vader, wil u het wegnemen, Heer. En ik wil dat jullie gaan nadenken. En dat jullie in gesprek met Hem gaan. En misschien even de video pauzeren. En even met God in gesprek gaan. Zeg, Vader, wat staat er tussen u en mij? Is er iets in het verleden gebeurd of gezegd waar ik nog geen vergeving voor heb gevraagd? We kunnen misschien dingen in ons hart hebben die Hij niet meer wil dat wij in ons hart dragen. Vader, wil u ons helpen, Heer, om deze dingen te gaan herkennen en om dit niet weer te doen? Dat wij echt anders mogen zijn in onze reacties, Heer. Wil u met ons de weg bewandelen, Heer, naar vrijheid? Dat wij vrij mogen zijn van ons verleden, van ons denken, van vroeger. Maar dat wij nu een nieuwe creatie in u zijn. En dat mogen gaan leven, dat mogen gaan uitstralen. En dat is moeilijk. Dat we niet meer zullen gaan roddelen en kwaad spreken. En meepraten met mensen. Want soms is het moeilijk wanneer mensen gaan roddelen om te zeggen, ik doe niet mee, ik loop weg. Maar Heer, help ons om anders te zijn. Help ons om anders te denken. En ik zeg dit niet omdat ik perfect ben. Ik ben ook niet perfect, maar ik heb het doel om zoveel mogelijk op Jezus te lijken. Om zoveel mogelijk te volgen het woord van God. En daar zeg ik mee zoveel mogelijk, omdat het moeilijk is. Het is niet makkelijk, maar het moet ons verlangen zijn. En wij moeten niet opgeven en wij moeten doorbidden om dit doel te bereiken. Want wanneer we stil gaan zitten, wanneer we te relaxed worden, dat is wanneer dingen fout gaan. Daar heb ik zelf ook last van. Wanneer ik niet bid, wanneer ik het woord niet lees, ga ik ook terug naar mijn oude ik, naar mijn oude natuur. En dan juist is het belangrijk om terug te gaan naar de Vader. We gaan terug naar de Vader en zeggen, Vader, vandaag heb ik verschrikkelijke dingen gezegd. Vandaag heb ik me gedragen, Heer, zoals ik vroeger was. En dat wil ik niet meer. Ik wil hier vrij van zijn. Ik wil anders denken. En het is ook belangrijk dat wij dit naar onze kinderen laten zien. Want wanneer wij boos zijn geweest op onze kinderen, dat wij ook ons hart laten zien. En zeggen, ik was boos op jou en ik ben misschien iets te boos geworden. Wil je mij vergeven? Dat zal het hart van jouw kind verzachten. En het zal ze leren om ook zo te worden. Om ook zo met God te gaan praten. En ook tegen de Vader te zeggen. Vader, vandaag heb ik iets op school gezegd of op school gedaan wat niet hoort. En wanneer wij dit als ouders gaan laten zien aan onze kinderen en kleinkinderen, dan kunnen zij dit kopiëren. Want kinderen kopiëren ons. Dat wij niet altijd dezelfde persoon blijven. Wij ons ontwikkelen. Dat wij ontwikkelen onszelf, dat wij kijken naar onszelf en zeggen, hey, ik ben anders dan 10 jaar geleden. Ik ben niet meer zo boos, ik ben niet meer driftig, ik heb geen woedeuitbarstingen meer. Ik ga gelijk naar de Vader. Er gaat iets mis, er is iets gebeurd, laten we in gebed gaan. Laten we voor de troon van God gaan. Laten we Hem om vergeving vragen, want Jezus is niet voor niets gestorven. Hij is niet gestorven zodat wij kunnen bidden iedere dag, Vader, ik heb dit nodig. Vader, ik heb dat nodig. We hebben niet alleen dingen nodig, maar we hebben ook zijn vergeving nodig. Hij weet wat wij nodig hebben, maar hij wil die intimiteit met ons. Hij wil het gesprek met ons aangaan. Hij heeft het nodig dat wij ons kwetsbaar opstellen naar hem toe. En zeggen, Vader, wij zijn hard geweest, te hard. Vader, wil u onze harten verzachten? Wil u onze harten veranderen, o Heer, dat wij mogen zijn zoals u, Heer? Dat wij mensen mogen gaan zien zoals u ze ziet, Heer.
Dat wij mogen gaan vergeven en dat wij ons ook kwetsbaar mogen opstellen naar anderen en mogen zeggen, ik ben fout geweest. Vader, wil u ons helpen om dit te kunnen doen? Wil u ons extra moed geven, extra kracht, o Heer, om dit te gaan doen als broeders en zusters van elkaar, maar ook voor de mensen die niet gelovig zijn? Laat onze reactie anders zijn. En help ons hierbij. Help mij hierbij, Heer. Ik stel mij ook kwetsbaar op nu, Heer, naar u toe en zeg, Vader, help mij. Want ik wil zo zijn. Ik heb het verlangen om zo te zijn. En het verlangen om zo te zijn is het begin, Heer. En dat dit verlangen nooit weg mag gaan, Heer. Dat ik altijd een verlangen mag hebben om te doen wat goed is in uw ogen, Heer. Niet wat de wereld denkt. Want de wereld die denkt, ja, ik ben klaar met die persoon. Ik ben klaar met die. Wij zijn anders, broeders en zusters. Wij zijn zoals onze Vader. Ja, kijk naar Jezus. Hou je blik gericht op Hem. Dat is belangrijk voor ons. Wij moeten zijn zoals ons voorbeeld. Hij is ons voorbeeld. En wij willen anders zijn. En soms is het moeilijk om die reacties te bedwingen, Heer. Wil u ons helpen, Heer, om ons te bedwingen? Wil u ons helpen, Heer, om andere woorden te spreken, Heer? En wil u onze mond reinigen, dat wij onze tong kunnen bedwingen? Want het is moeilijk. Het staat ook in de Bijbel. Om je tong te bedwingen, dat is lastig. En wij willen anders zijn, Heer. Wij willen anders handelen. Ja, Heer. En wij mogen ons kwetsbaar opstellen. Wij mogen ons kwetsbaar opstellen. Want Hij is onze Vader. Hij zorgt voor ons. En Hij wil dit voor ons doen. Hij wil het ook vandaag voor jou doen. Dank u wel, Vader, voor de mogelijkheid om deze woorden te spreken. Vader, ik bid dat ik nooit woorden zal spreken van leugen. Maar dat mijn woorden waarheid mogen zijn. O Heilige Geest, spreek door mij heen. En raak de broeders en zusters aan diep in hun hart. Waar hun hart hard is. Waar hun hart dit niet wil. Wil u de harten veranderen, Heer? Heilige Geest, werk en spreek door ons heen. En wat er ook tussen u en ons staat, die blokkade, wil u het wegnemen, Heer? Wil u het openbaren, Heer? Dingen die wij in het verleden hebben gedaan, Heer. Ook al hebben wij dingen gestolen toen we misschien 10 jaar waren. Het maakt niet uit. Het zijn fouten. Het zijn zonden. We mogen het bij hem brengen. Het is maar 1 zinnetje wat je hoeft uit te spreken. Het is ook belangrijk omdat het je hart verzacht. Dat je zegt, Heer, ik heb veel dingen gestolen in het verleden. En ik wil dit niet meer. Ik wil niet meer zo zijn. Misschien steel je nu nog steeds. Het is belangrijk dat wij ons anders opstellen. Lieve broeders en zusters. Als ik dit gebed afsluit, is het niet het einde. Laat dit niet het einde zijn. Laat dit het begin zijn van een weg die je gaat bewandelen met God. En waar wij hem uitnodigen. En waar wij hem vragen iedere dag. En ook al vergeet je het een dag, gewoon weer doen. Iedere dag vragen, Heer, vergeef mij. Vergeef mij van de dingen die ik heb gezegd. Dingen die ik misschien verkeerd heb gedaan. Vader, wil u mij helpen? Wil u mij helpen? En wil u de lieve broeders en zusters die hun hart openstellen ook helpen, Heer? Want zij hebben uw hart nodig. Wij hebben uw hart nodig. Wij hebben uw vergeving dagelijks nodig, Heer. Dagelijks hebben wij uw vergeving nodig van al onze fouten. Bewust en onbewust, Heer. En als er dingen zijn die wij onbewust doen, Heer, die u niet wil dat wij doen, wil u ze openbaren, Heer. Dat wij ons vrij kunnen maken van onze oude ik. Maar dat wij een nieuwe creatie mogen zijn in u. Niet alleen in woord, maar ook in daad, Heer. En dat het bijzonder is dat wij iedere dag opnieuw uw vergeving mogen ontvangen, Heer. En dat wij ook anderen mogen vergeven zoals u ons heeft vergeven. En ik wil daar ook nog echt een video over gaan maken, over vergeving. Want dit is een klein stukje van vergeving. Dit is een stukje van vergeving naar God toe. Maar vergeving is een heel groot onderwerp. En daarom zal ik dit noemen vergeving deel 1. Want vergeving heeft vele lagen. En ik heb wel eens gehoord, en het raakte mij, vergeving is als een ui. Een ui heeft zoveel lagen. En wanneer we echt de ui kunnen gebruiken, hebben we het gesneden en hebben we alle lagen al eraf gehaald. Zo moet je vergeving gaan zien. Wees niet teleurgesteld. Wees niet boos op jezelf als het tijd kost. Geef jezelf de tijd. Geef God de tijd om in jou te werken. Hij gaat het doen. Hij gaat jou helpen. Hij wil jou helpen. Hij is jouw Vader. Hij zorgt voor jou. En Hij gaat ook zeker deze weg met jou bewandelen. Dat weet ik. Want Hij heeft deze weg ook met mij bewandeld. En ik ben er nog niet eens. Maar ik voel me wel vrij nu. Ik voel me nu al vrijer dan misschien 4 jaar geleden. Omdat het proces wat ik ben aangegaan met de Vader mij heeft bevrijd van boosheid, van teleurstelling. En dat ik ook mezelf kwetsbaar moet opstellen naar hem toe.
en mocht zeggen, Heer, ik ben fout geweest. Mijn reacties waren niet normaal. Mijn gedrag was niet normaal. Dat heb ik ook moeten leren. En dat moeten we allemaal leren. En het is lastig. Het is lastig om aan jezelf te werken. Maar het is ook goed. Want dat wil God. God wil niet dat wij altijd hetzelfde blijven. Dus, lieve broeders en zusters, dank jullie wel voor het luisteren en kijken naar deze video. En ik wil jullie blijven bemoedigen. Ik wil blijven zeggen tegen jullie, ga door. Je kan dit. Jij kan dit met God. Jij kan dit. Jij kan dit proces aan met Hem. En misschien kijk je dit en ben je heel ziek. En ook dan, wanneer je geen hoop hebt, is dit ook voor jou. Ook al ben je ziek, ook al ben je teleurgesteld. Vergeving is ook nodig voor jou. Wat je ook maar meemaakt. En het is belangrijk dat jullie dit weten. Ik wil nog bidden voor de mensen die deze video kijken met een gevoel. Ik voel dat ik moet bidden voor ziekte. Ik wil bidden voor ieder die ziek is. Ik bid tegen iedere vorm van ziekte in jullie lichamen. En ik bid tegen ieder verkeerde celvorming. Ik bid voor nieuwe patronen en nieuwe banen in jullie hersenen in de machtige naam van Jezus. En in Jezus' naam spreek ik tegen iedere geest van krankheid en ik zeg, laat los in de machtige naam van Jezus. Ja, in Jezus' naam bid ik voor vrijheid in jullie denken, maar ook in jullie lichamen. En iedere ziekte moet wijken in de machtige naam van Jezus. Ik bid voor herstel en diep herstel in jullie lichamen. Van top tot teen bid ik dat er herstel mag komen in zenuwen, in spieren, in jullie bloed, in jullie hart. Dat bloedvaten hersteld mogen worden in de machtige naam van Jezus. Dat iedere imbalans in jullie lichaam in balans mag komen in Jezus' machtige naam. Halleluja. Dank u wel, Heer, dat u ons vrijheid geeft in geest en in ziel en in lichaam. Want wij zijn geest. En u biedt ons ook vrijheid van trauma, vrijheid van angst. In Jezus' machtige naam bid ik dit. En ik wil jullie allemaal een hele fijne dag toewensen. Een hele fijne week. Een heel fijn weekend. Wanneer je het ook bekijkt. Want deze video's kan je altijd bekijken. En het is soms goed om het twee keer te bekijken. Want soms mis je dingen. Soms moet je dingen even opschrijven. Maar belangrijk is, wanneer deze video uit is. En wanneer je 's avonds naar bed gaat. En wanneer je niet weet wat je moet zeggen. Zeg dit. Vader, wil u mij vergeven van de dingen die ik vandaag verkeerd heb gezegd en gedaan. Als ik iemand heb pijn gedaan vandaag, Heer, wil u mij dit duidelijk maken, Heer, zodat ik kan veranderen. Zodat ik vergeving kan vragen. Dat is belangrijk. Heel erg bedankt voor het kijken. Super leuk dat jullie er weer bij waren. Ik vind het altijd heel leuk om deze video's op te nemen. En of ik nou te zien ben of niet, ik vind het heel leuk om op te nemen. Ik ben nu zelf op vakantie. Een andere achtergrond. Maar dat maakt helemaal niks uit. Ik hoop dat jullie het een fijne video vonden. En ik lees het graag onder de video. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. En tot die tijd blijf bidden. Blijf in de Heer. Blijf op Hem vertrouwen. En ik bemoedig jullie, omdat ik zelf ook bemoediging nodig heb. Zodat je dicht bij Hem mag zijn. Dat is het beste. Dat is het beste gevoel. Amen. God zegen allemaal. En heel veel liefs van mij.